staat met een paar tieten in beeld. Maar waarom doe ik daar zelf gewoon aan mee? Waarom is de wereld nooit zoals je ziet op tv? Hoe kan ik boos zijn op de man die me maakte? Een man van me maakte, er is geen man als mijn vader. Maar mag ik hem haten en de band voor wat het was laten? Of moeten we praten en maken we nieuwe afspraken? Waarom mis ik mensen die me keihard hebben geflasht? Ik voel de liefde, toch gun ik ze geen succes. En ik ben geen prater, maar wel in mijn tekst. Waarom zie ik niemand buiten, zit alleen nog maar op internet? Waarom is die muziekwereld zo smerig? Maar duik erin en ga ik het toch proberen. Terwijl ik op het podium van alles naar me toe krijg geslingerd. Nu mag jij het zeggen en even eerlijk. Zeg het maar, geef me antwoord. Ik weet dat je me hoort, maar geef me antwoord. Zeg het maar, geef me antwoord. Ik weet dat je me hoort, maar geef me antwoord. Zeg het maar. Waarom voelen immigranten zich niet welkom? Is Nederland wel echt vol? Hoeveel van die weilanden hebben we nodig? In het buitenland was toch alles goedkoper. Maar waarom heeft dan toch de halve wereld honger? En vreet de rest van de mens zich alleen maar voller? Worden we echt alleen maar ronder en dommer? En is het zo dat niemand zich meer om elkaar bekommert? Het is zonde. Alle olie en gas dat wordt opgepompt. Maar op een dag dan is alles opgepompt. Dus stoppen de pomp met 40 of 60 jaren. Raar, ja, we kunnen al rijden op water. Maar waarom zijn we niet zuinig op de aarde? En waarom onderschatten we haar waarde? En ja, dit is misschien nog wel het raarste. Maar kan ik desondanks die vragen toch lekker slapen? Zeg het maar. Geef me antwoord. Ik weet dat je me hoort. Dan geef me antwoord. Zeg het maar. Geef me antwoord. Ik weet dat je me hoort. Dan geef me antwoord. Zeg het maar. Waarom gedragen we ons nog steeds als primaten? En wordt er vaker geslagen dan van praten? Al die misdaden en miskramen, waar is het misgegaan in dit bestaan? Want ik zie de tranen, er zijn zoveel oorlogen gevoerd onder godsnaam. In godsnaam, ziet u de wereld niet naar God gaan? Iedereen die roept zijn God na, nu moet u godverdomme opstaan en zeggen waar het op staat. Of zijn uw ogen al gesloten? Hoe kan ik geloven als er nooit een poot wordt uitgestoken? Aan de ene kant wil ik niet geloven, aan de andere kant wil ik niets liever dan geloven. Maar ik ben toch geen pop in een poppenkast? Of lijk ik op iemand die aan een koortje danst? Ik pak mijn lot in mijn hand van mezelf. Het echte antwoord, dat krijg ik pas als ik sterf. Zeg het maar. Geef me antwoord. Ik weet dat je me hoort, maar geef me antwoord. Zeg het maar.